Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jinan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 11 hier in België. We gaan alweer richting het einde van seizoen 1, hierna zijn nog 5 rondes te gaan. Nice. Maar heb je die vorige video in Hongarije gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan rechtboven een i'tje, klik erop in deze video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker, we hebben al 124 abonnees, later pushen naar die 125 abonnees en zo doorgaan naar die 130 abonnees. Dus we gaan lekker hard en dat is maar goed ook. Wat ook lekker hard gaat, zijn de upgrades. Faciliteiten worden gekocht met het geld wat we hebben binnengehaald van het sponsorgeld in Hongarije. Yeah, boy. Er komen ook veel updates aan. We staan nog steeds laatste helaas bij de Vehicle Performance Index. Dus ja, dat is wel jammer. 2 majors en 2 minors laten wel componenten vervangen. En misschien dat ik in Singapore zelfs een compleet nieuwe motor pak voor de resterende races. Singapore zit er trouwens niet eens in. Excusez. In Nederland of in Italië. En ja, in de kwalificatie regenachtig. In de race kan er ook een spatje regen vallen. Helaas is een update gefaald. Maar goed, ja, we staan nog steeds laatste. Op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 11 van F1 22 My Team Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Poolwets condities hier en hebben last van oversturen, want ik mis daar de apex bij Blanchimont. We hebben gewoon last van de regen. In de race verloopt het tenminste droog, dus dat is goed om te zien. Kijken of wij hoger kunnen komen dan de laatste plek, P22. Zijn we aanbeland bij de laatste paar bochten. En dit is geen goed rondje namelijk. Wij noteren een 2 minuut 4, 5. Dan zijn we overgeschakeld naar de intermediates. Kijken of wij ons kunnen verbeteren met nog ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok. Alles of niets. Theo Porsche op de ene laatste plek. Vettel op P8. Sorry, op P19. Latifi op P20. De vlag hangt uit hier in Q1. Norris op P21. Wij missen daar de apex. Helaas. Gaan ons wel verbeteren. Maar geen plek, denk ik. Nee, geen plek. Staan nog steeds stijf achteraan. En dat is ook de uitslag van Q1 dan. Sainz het snelste. Russell op P2. Verstappen op P3. Hamilton 4, Perez 5. En wij dus op P22. Theo Poortje pakt ons in de kwalificatie. Dus het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 11. Hier in België. We gaan het zien. Daar gaan we dan. Welcome along then to the Belgian Grand Prix. The race that gave us the maiden victory to the Jordan team in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special just around one of the many corners of this fan favorite circuit. So here we are once again, ready to go racing through the Ardennes Forest. 4.35 miles of long straights, fast corners and massive elevation changes. It makes this not only one of the most exciting circuits on the calendar, but one that makes for some consistently high quality racing as well. Simply put, there really is no place quite like it. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Perez, Daniel Ricciardo, and Bottas. Magnussen,
Fernando Alonso, Mick Schumacher and Pierre Gasly. Hamilton, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Vettel, Lance Stroll and Norris. The Professor, Tsunoda, Alex Albon and Esteban Ocon. Latifi, Joe, they've taken a grid penalty. Teo Pourchaire and Max Verstappen completes the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. So let's briefly discuss Lewis Hamilton. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed, they'll be starting out of position today due to power unit component changes. It's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. Dan zijn we aanbeland bij de race. De ingenieurs moeten we niet teleurstellen. Medium hard is de strategie met op het einde van de race misschien wat regen. Dan gaan we ons gewoon voorbereiden en beginnen op de formation lap hier in België. We starten dus vanaf een P15. Omdat jongens gridstraffen hebben gepakt. Die hebben nieuwe componenten aan een auto geschroefd. Wij dus ook. In Hongarije, misschien dat er in Nederland ook een gridstraf volgt. Je weet het maar nooit. En dan zijn we aanbeland bij de gridslot. Nou, goed geparkeerd, zegt Pricely. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 11 van F1 22. My Team Caremo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. Komen moeizaam weg, goed weg. Vettel en Stroll zijn slecht weg. Hamilton is slecht weg. Durven we hem daar niet aan de binnenkant te zetten van Lewis Hamilton, maar wel bij Lance Stroll en dat is P12. ICE heeft problemen. De motor dus. En wij gaan dus wat topsnelheid verliezen. Dat merken wij hier nu al vanwege Stroll en Vettel die bij mij aansluiten. En Stroll en Vettel passeren mij. Tenminste, Stroll passeert mij. Vettel nog niet. Nu dan wel aan de binnenkant gezet. Hebben hier wel weer die binnenste lijn. Duwen Vettel daar wijd. En dat is P13. En maken daar een dive-bomb naar Lance Stroll. Dat is P12. Hopelijk nu naar Fernando Alonso toe rijden. Maar Stroll zit er al te kijken. In ronde nummer 2. Kan er niet langs. Probeert het daarbij Orouge. Nog even niet. En dan hebben wij hier helaas contact met elkaar. Stroll die zijn voorvleugel kwijt is. Wij maken een 360 graden spin. De virtual safety car is uitgeroepen. En we hebben maar een paar plekken verloren. We staan dus nu op P14. Eén plekje eigenlijk. Want Stroll reed op P12. Einde ronde nummer 2 ongeveer. Als we daar diezelfde Stroll hebben. En Norris met elkaar knokken om P12. Dan moeten wij hier iets doen. En vallen daar Norris aan. Jazeker. Stroll gaat naar binnen voor een nieuwe neus. En wij rijden op een positie nummer 12. Verstappen heeft dus een penalty gepakt. En staat dus 13e. Verstappen probeerde het daar wel bij de eerste bocht. Lukte niet. En Norris heeft al een achterstand van 17e. Maar rijdt dat zometeen helemaal dicht in de DRS-zone. En zit er al gelijk bij. Jazeker. Norris wordt daar op het gras geduwd. Verstappen kan aanvallen. Is er voorbij. Ook Albon probeert het. We pakken Verstappen daar mooi terug. Duwen hem daar mooi wijd. Buiten de baan. En het is nog steeds P13. Maar de vraag is hoe lang
Kunnen wij dit volhouden? Verstappen kijkt naar de buitenkant. Lukt niet. Dat gaat zomaar niet. Hier een herhaling. Wij blokkeren daar Lance Stroll eventjes bij Oroes. Zetten hem daar toch nog mooi neer. Dat doet Lance perfect. En hier doet hij dat dan niet. Hij stuurt tegen mij aan. Terwijl er eigenlijk geen ruimte was. En dus hebben wij contact met elkaar. We stappen aan de buitenkant. Lukt niet. Norris is al weggereden. Dat gat is 1,8 seconden. 1,9 seconden zelfs. Wordt alsmaar groter. En het gat naar Fernando Alonso is inmiddels opgeklommen tot 6,4 seconden. Verstappen rijdt op 16e. En zit er weer aan te komen. Kijk naar de buitenkant. En we moeten hem voorbij laten, maar we proberen het daar wel. Lukt daar net niet. Raken elkaar daar ook een klein beetje. Het hout heeft weer zin om mooi te kraken. Komt door de warmte namelijk. En proberen Verstappen daar mooi aan te vallen. Volgens mij deden wij ook onze DRS niet open. Alhoewel, ik heb het niet goed gezien. Verstappen aan de binnenkant proberen bij Oroes. Lukt niet. Maar dan is het hier dan zometeen al gedaan. Want dat rechterstuk dat kunnen wij niet verdedigen. Verstappen is daar zoveel sneller. En ook Albon probeert het. Oh. Ocon heeft ons geraakt. En is zijn voorvleugel kwijt. Of deels beschadigd. Einde ronde nummer 4. Als Albon naar ons is toegereden. En zet hem daar gewoon ernaast. Bij Blanchimon. Heeft daar zoveel meer snelheid. Ik weet niet hoe de AI dat doet. Maar het lijkt wel of die ERS van hun nooit leegloopt. Zometeen bij de eerste bocht weer aanvallen namelijk. En dan zitten we in ronde nummer 5. En daar vallen we Albon aan in de eerste bocht. Zeker, maar gaat daar een klein beetje wijd. Albon kan niet terugkomen, maar zometeen heeft hij dat DRS-gedeelte. En hier dan al, jazeker. Bij Oroes zet hij hem er al naast. En we hebben geen DRS helaas. Missen zoveel topsnelheid en Albon rijdt al gelijk van ons weg. Pijnlijk dit. Hartstikke pijnlijk. Ronde nummer 6 en hetzelfde verhaal. Weer Albon. We hadden hem namelijk weer gepasseerd in de eerste bocht. En dit keer raast hij er alweer voorbij. Wij komen hier weer terug. Want wij zijn snel in de bochten. Maar op het rechterstuk missen wij topsnelheid. Albon probeert nog terug te komen. En is er weer voor. Hier dan, jazeker, op een plek waar normaal gesproken het niet kan. Doen wij het toch. Jazeker. P14. Ronde nummer 7. Weer hetzelfde geval. Albon heeft DRS. Wij blokkeren hem daar nog wel eventjes. Maar hier is het gewoon kansloos. Raakt daar ons wel. En Vettel probeert het ook te doen. Waar wij hier meer top zijn leid dan de Williams coureur. Zeker in de bochten. Close met elkaar. Albon heeft die plek mooi in handen. En dan vinden wij hier een gaatje, jazeker. Aan de rechterkant was een gat en daar doken wij voor. Maar dan in ronde nummer 8 weer hetzelfde verhaal. Albon en weer voorbij. Vettel probeert het aan de buitenkant. En lukt niet. Dan hebben wij hier meer snelheid. In de bochten. Kijken daar aan de binnenkant. Laten hem staan. En dat is P14. Albon kan niet terugkruisen. Dus dat is goed om te zien. En in ronde nummer 9 is het Vettel die het daar probeert. Maar wij vallen hem daar weer aan. En dat is nog steeds P14. Het gaat allemaal om niks. Alleen maar posities. Geen punten helaas. We hebben tot nu toe 1 puntenfinish behaald. Dat was een 5e plek in Canada, onze beste resultaat ooit.
in ons debuutseizoen. Ik had dat sowieso niet verwacht, maar staan nog steeds vijf achteraan met 10 punten. En in ronde nummer 10 is het Verstappen die daar binnen duikt. Vettel heeft ons daar gepasseerd bij de busstopchicane en wij duiken ook naar binnen. Voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan dus proberen om Vettel te undercutten. En gaan dus voor de harde band. ...2,4 is de pitstoptijd goed gedaan. En nu moeten wij hier nog 11 rondes op doorrijden. En komen terug op P19. Dus moeten een groot gat zien te overbruggen naar Theo Poortje. Want daarvoor is het allemaal erg close met elkaar. Stroll op P20... Albon op P21. En dan zitten we in ronde nummer 12. Als Vettel ons helaas heeft geovercut. Jammer, maar helaas. Wang Yuzhou rijdt voor ons. En wij pakken hem daar weer op hetzelfde punt. En nu hopelijk naar Sebastian Vettel toe rijden als het kan. Terwijl Charles Leclerc even de snelste race ronde noteert met een 1.45.1. In ronde nummer 14 zitten we dan als Guanyu Zhao ons weer heeft ingehaald en helemaal is weggereden. Latifi blokkeren wij. En Sol raast er gewoon voorbij. Valt daar ook even Latifi aan. Wij zien dit voor onze neus gebeuren. En pakken hier 2-1. Jazeker. Top gedaan. Waar is Guanyu Zhao? Zijn voorsprong bedraagt 1,8 seconden. En Carlos Sainz noteert de snelste raceronde. Met een 1.47 zoveel. En dan zitten we in ronde nummer 15. Als Latifi weer binnen schootafstand zit. Hetzelfde geldt voor Lance Stroll. Is gepasseerd Latifi. En Stroll blokkeren wij. Kan er niet langs. Probeer hier meer snelheid mee te nemen. Jazeker, aan de binnenkant gezet. En dat is P16. Geel op het rechte stuk Camel Street. Daar is iemand uitgevallen. Het is volgens mij Fernando Alonso. Als ik dat goed zeg. Alonso uitgevallen in de wedstrijd. De eerste uitvaller van de dag. Hier is een herhaling van wat er is gebeurd op Camel Street. Een motorprobleem. De Alpine motor begeeft het. En Alonso moet hier de strijd staken. Dan zitten we in ronde nummer 19. Nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. Lance Stroll probeert het aan de buitenkant. Daar is ruimte. Hij is er voorbij, maar durft niet laat in te remmen. Want wij duwen Stroll daar mooi wijd. En dat is nog steeds P15. Als in ronde nummer 20 Yuki Tsunoda ons is gepasseerd. Probeer hier wel terug te komen. Aan de buitenkant. Lukt niet. Dan naar de binnenkant terugkruisen. Jazeker. Overtakeknop aanzetten. Hier aan de binnenkant zometeen neerzetten. En het is nog steeds P15. Vettel rijdt op P12. Guanyu Zhao op P13. Waar rijdt mijn teamgenoot? Geen flauw idee. Ik denk wel achter ons. Rol dus op P17. En de leiders in de wedstrijd komen ons zometeen opzoeken, want die gaan ons zometeen lappen met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Al denk ik dat het niet makkelijk gaat worden. Geel in sector 3 bij de busstop chicane. Sebastian Vettel valt uit in de wedstrijd. Ook geen finish voor de viervoudige wereldkampioen.
gele vlag wordt gezwaaid. Hier mag niet worden ingehaald. Dat weet Yuki Tsunoda ook zo meteen. En dan zitten we in ronde nummer 21. Nog twee rondes te gaan in de wedstrijd. 12,5 seconden is het gat naar Guangyu Zhao. 17e, ongeveer een seconde naar Yuki Tsunoda. En hier dus een herhaling van wat er is gebeurd met Sebastian Vettel. In ronde nummer 20. Motorisch probleem. Hetzelfde als Fernando Alonso. En moet hem daar staken bij een Marshall. Einde wedstrijd voor Vettel. En ook einde wedstrijd zometeen voor ons. Terwijl Latifi daar het probeert. Lukt niet. Het hout begint hier weer te kraken als een gek. Super leuk. Kan ik helaas niet wegknippen. Dus soms hoor je wat gekraak in deze video. Excuses daarvoor. Komt door de warmte. Nog steeds P14. En Carlos Sainz wint weer een wedstrijd. Carlos Sainz weer winnaar van een grote prijs. Nadat Charles Leclerc bijna alle races heeft gewonnen in dit seizoen. De regen begint ook neer te vallen. Maar het zijn maar kleine druppels. Dus we kunnen deze race gewoon uitrijden op de harde band. Gasly finisht dus als 13e. Gasly finisht de race dus als 12e. Guanyu Zhao als 13e. Dat gat naar Gasly is ongeveer 40 seconden. Daarachter rijdt Guanyu Zhao. Dat gat is ongeveer 18 seconden. En wij komen dus thuis op een P14. Stroll op P15 gefinisht. Latifi op P16 gefinisht. Een teleurstellende race. Komen gewoon pace tekort op het rechte stuk. Dus daar moeten wij nog aan gaan werken. En is het op naar de volgende race. Okay, pick up rubber and bring it home. Difficult race then on one of the all-time classic circuits, but they've persevered to take the win here today. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? I think it was clear what the main contributing factor out on track was, speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, hier ben dan dus de uitdaging van de wedstrijd. Carlos Sainz wint weer een race. Charles Leclerc naar de tweede plek met het snelste race 100 punt. Perez op het podium. Russell 4, Ricciardo 5. Often my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat during the race. However, in this instance, I was more impressed by Max. Stappen kreeg drive op de D. Geen punten voor de Nederlander. Wij dus ook niet. Schumacher de 7e. Theo Poortje 18e, 1 uitvaller Fernando Alonso en Vettel, maar goed, die is toch nog geclasseerd. Nog steeds 9e met 10 punten, staan nog steeds gelijk met Aston Martin. Dus ja, ik denk wel dat dit het is voor wat we kunnen doen met punten, want in de volgende races zie ik mij niet naar de punten rijden. Of we moeten een circuit hebben waarin we echt heel goed zijn, hebben weer flink wat sponsorgeld te pakken. Helaas beide dus wat schade gereden. Ik meer dan Theo. In totaal op de bank $2,21 miljoen. Maar goed, daar ga ik deze video alweer afronden wensen.
Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En ram ook gelijk op het belletje. Zet dat belletje gewoon aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GiannanSchaap op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon volgen. Zou ik zeker doen. En ja, dit was het Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.